Maar dan, op de schermen, gebeurt er iets. Grote problemen in Galar. Want de chairman Rose, gaat weer eventjes bij de hand doen. En nee hoor. Hij gaat de Darkest Day opnieuw herroepen. Wat een gozer, man. Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuw video op je favoriete Nintendo kanaal. Zit jij nog niet bij de Rickertje Army, druk op die rode abonneerknop hier beneden. Is gewoon gratis en dan gaan wij snel deze video maken. Als jullie kijken is deze video al gemaakt, wat zeg ik? In ieder geval, veel plezier. We moeten tegen Ryan battelen. En dat is de laatste trainer voordat we de finale battle tegen de champion mogen doen. Althans, dat denk je. In ieder geval, als we voor Ryan winnen, dan mogen we daarna tegen Leon battelen. In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat we Nessa hebben verslagen en ook Alistair hebben verslagen. Ik dacht dat het veel moeilijker ging worden dan dat het was. Maar misschien gaat Ryan voor verrassingen zorgen. Misschien is Ryan uiteindelijk de grootste baas die mij hier gaat nakken. Let's go Ryan, maar ik zit vol met zelfvertrouwen. Ik denk dat ik dit kan. En de vraag van de dag is toepasselijk op Ryan. Wat is jouw favoriete draaktype Pokémon? En zeg geen Charizard. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind de evolutielijn van Dreepy eigenlijk best wel cool. Ik vind zelf Hydreigon altijd wel nice. Heel veel mensen vinden Tyranitar tof, maar ik heb niet zo heel veel met Tyranitar. Ik vind Garchomp eigenlijk ook wel nice. Maar ik denk eigenlijk dat ik Dreepy en de vrienden van Dreepy eigenlijk gewoon het leukst vind. Ik vind dat in deze generatie een hele toffe draak-Pokémon zit. Stiekem heb ik Dreepy ook al geshiny hunt met eitjes. En ik had hem na een stuk of 1000 eieren volgens mij. Ondertussen zorgde Torkoal ervoor dat ik slaperig begin. Te worden. Nou hoop ik dat ik Torkoal in deze beurt versla, maar dan moet ik hem echt minimaal 5 keer raken. Dat gaat denk ik niet gebeuren. Nee, ik raak hem 3 keer. En hij doet Solar Beam. Oh ja, oké. Ja, top dit. Dit gaat onwijs pijn doen. Oh, dit gaat helemaal geen pijn doen. Maar ik slaap wel. Oké, jongens, heb ik awakenings? Ik ben altijd zo bang voor aanvallen zoals Solar Beam. Het is eigenlijk nergens voor nodig. Het is natuurlijk super effectief op steen, maar het is not very effective op fire. Ik kan dit hebben. Kom maar op met je Solar Beampie. Hoppakee, ja hoor. Zien jullie trouwens hoe Ryan daar staat te hijgen? Hij staat helemaal strak, jongen, die gozer. Kijk hoe die staat. Ja. En je Torkoal is down. Oké, dan. Lekker hoor, lekker bezig. Wilbo is een leveltje 53. En de volgende is een Flygon. En laat ik dat even gaan proberen met Dionne. Dionne kent natuurlijk een Dragon-type move die super effective zou moeten zijn op Flygon. Hopelijk wordt Dionne niet in één keer genakt. Want volgens mij was dat ook zo toen ik dus tegen Ryan ging gewoon als gymleader. Toen gebeurde er ook iets volgens mij waardoor Dionne gewoon gesloopt werd. Nou, Flygon heeft een klein beetje damage. Niet zo heel veel van de Stealth Rock. Dionne is wel sneller en daar komt Dragon Pulse aan, jongens. Lekker Dionne! Hoppa! Heerlijk. Oké, dit is goed genoeg, denk ik. Earthquake, dat was het ding, hè. Dat was volgens mij het ding. Ja, dat was het ding. Ik weet het weer waarom dit niet goed ging. Oh. Ik denk dat het belangrijk is dat ik nu een hele snelle Pokémon pak. Want anders gaat die Earthquake mijn hele team slopen. Ik ben hopelijk wel sneller met Ronald. Ronald is natuurlijk super snel. Oh nee, hij doet een full restore. Oh, dit is balen. Dit is onwijs balen. Oké, Pyro Ball. Eens kijken hoeveel damage dat doet op Flygon dan. Komt-ie. Pyro Ball, meer dan de helft damage hopelijk. Oké, meer dan de helft damage. Dan kunnen we Flygon gewoon gaan verslaan. Lekker, hij is ook nog burnt. Helemaal top. Dan knallen we er nog een Pyro Ball overheen. En dan is het klaar met Flygon. Dit is wel echt een sikke aanval, jongen. Deze aanval is best wel OP eigenlijk. Als je ziet wat ik allemaal kan fixen met Pyro Ball. Wie ik allemaal kan verslaan met Pyro Ball. Dat is echt niet normaal. De volgende Pokémon is Goodra. En ik denk dat ik dat letterlijk op dezelfde manier moet doen als dat ik tegen Flygon heb gebattled. Gewoon keihard. Deze Pyro Ball move. Trouwens, Goodra vind ik ook wel heel leuk hoor. Er zijn best wel veel leuke Dragon-type Pokémon. Hoppakee. Oké, niet in één keer. Dat had ik eigenlijk ook niet verwacht. Goodra gaat voor Raindance. Oh, slim. Dan moeten we even heel snel een einde maken aan Goodra. En dat gaat ook wel gebeuren. Hoppakee. Ja, 1, 2, 3. Op je bakken zijn Goodra is weg. Misschien vind ik Goodra eigenlijk ook wel een van de leukste Dragon-type Pokémon. Don en Ronald gaan beide naar level 10 omhoog. En dan mogen we nu tegen Turdenader. En weet je wat? Voor Turdenader ga ik gewoon Wilbo eens even een keertje gebruiken. Dat is best wel een tijdje geleden dat Wilbo in de battlefield was volgens mij. Sowieso in de vorige twee battles niet. Turdenader krijgt knijterveel damage door de Stealth Rock. En dan ga ik Dig doen. En dat is nice. Ik ben sneller. Turdenader doet Sunny Day. Oh, volgens mij maakt hij mij daar alleen maar beter van. Volgens mij gaan Fire-type moves daar sterker van worden. Ja, bedankt vriend. Bedankt dat je me alvast voorbereidt. Oh, hij doet de Shell Trap. Volgens mij krijg ik nu damage omdat ik hem aanval.
hoeveel damage krijg ik omdat ik hem aanval? Ik krijg geen damage. Ik weet niet meer zo goed wat die Shell Trap deed, jongens. Volgens mij boost hij daar Fire-type moves mee of zo. Maar ik ben ook een Fire-type, dus boost hij mij. Ik weet niet wat er gaande is. In ieder geval, Turdenader is ook voltooid verleden tijd. En dan is het nu tijd voor Duraludon. En weet je, ik ga Wilbo gewoon Dynamaxen. Dat kan gewoon omdat het kan. Yo, Duraludon is wel level 55. Misschien moet ik niet te stoer doen. Maar Max Quake is wel super effective op Duraludon. Ja, hij is wel sneller. Oké. Misschien had ik toch maar gewoon Ronald moeten gebruiken voor dit laatste stukje. Maar ik heb vertrouwen in Wilbo, jongen. Wilbo, je kan dit. Daar staat hij hoor, de Trump Tower. Go, Wilbo! Wilbo is natuurlijk ook al 2 leveltjes lager, hè. Dus ja, het is op zich wel logisch misschien dat Duraludon iets sneller is. Maar ik vind het zo'n traag uitziende Pokémon, man. Wat gaat hij doen? Wat gaat Duraludon doen? Max Rockfall, ja. Dat is nooit fijn. Die doet altijd hartstikke veel pijn. We overleven er eentje. En nu is er ook een sandstorm gaande. Moet dit nou weer, Ryan? Moet dit nou... Oké, hier, Max Quake op je bakkes, vriend. Komt-ie. Pak aan, vriend. Oké, hij overleeft het. Beetje jammer. Mijn special defense is wel omhoog nu. Maar ik denk niet dat ik nog een klapje van hem overleef. Ik denk dat ik niet nog een Max Rockfall ga overleven van hem. Nee, oké. Dan hoop ik dat Ronald het af kan maken, jongens. Ik heb nog 1 Pyro Ball over. Daarmee ben ik in ieder geval... Oh nee, ik ben sneller, maar ik mis. Nee, op dit cruciale moment mis ik mijn aanval. Oh, dit is wel even een dingetje, hoor. Dit is wel even een dingetje. Hij raakt me wel met... Wat deed hij? Ik weet niet wat hij deed voor een gekke move. Ja, dit is niet chill. Freaking Duraludon, jongen. Oké, hier. Heb je een double kick op je bakkes. Die is super effective. Ik ga hem niet slopen in deze beurt. Nee, hij heeft 1 HP over. En dan gaat hij mij zeker slopen. Hij doet Stone Edge. Jawel, hij gaat mij slopen. Hij sloopt Ronald ook nog even. Hey, Ryan... Even normaal doen nu. Kappen nou met deze onzin, gek. Oké, wie is de snelste van de Pokémon die ik nu nog over heb? Bardo heeft een speed van 97. Thomas een speed van 123. Oké, Thomas. You're up. Kom op. Jij mag de final blow gaan geven, jongen. Oké. Lekker, Thomas. Shadowballetje erbovenop. Heel langzaam aanvalletje. En de Duraludon is... weg. Finito. Het is klaar met Ryan. Maar hij maakte me toch nog wel lastig hoor, die gozer. Ja, GG. Is goed gedaan, Ryan. Je hebt me lastiger gemaakt dan Nessa uiteindelijk. Dat is best wel een prestatie. Yay! En we hebben de finales, kwartfinales, halve finales, weet ik veel wat voor finales allemaal gewonnen. Nu zouden we dus de Pokémon kampioen Leon mogen gaan uitdagen. Ja. Daar is Hoppie met zijn gigantische Rillaboom. Wat een beest, jongen. Nou, daar gaan we. Op naar de finale. Iedereen is super hyped. Want daar staat Leon te wachten met zijn Charizard op mijn teampie. Maar dan, op de schermen, gebeurt er iets. Grote problemen. In Galar. Want de Chairman Rose, gaat weer eventjes bij de hand doen. En nee hoor. Hij gaat de Darkest Day opnieuw herroepen. Wat een gozer, man. Waarom moet je dit doen? Chop choy. Ja hoor. Hoppa! Ja, het zou maar net gebeuren dat wij daar nog stonden. Het is maar goed dat we een paar stapjes opzij hebben gedaan, jongen. Anders had de Chairman Rose gewoon ons allebei vermoord. Wil je trouwens mijn reguliere playthrough bekijken waarin ik ook focus op heel het verhaal? Dat kan ook. Er staat een playlist hieronder in de beschrijving. Maar in deze Firetype Only Challenge skip ik even door het verhaal. En mijn moeder die dan zegt, heb je het gezien? Het toernooi gaat niet door. Maar ik stond zelf in de finale, in dat stadion, op de middenstip. Wat denk jij? We zijn weer terug in de Slumbering World. Ja. Ja, daar waar het allemaal begon. Op zoek naar Zacian en Zamazenta. En daar is Hoppie. En daar zijn Zamazenta en Zacian. Ja, wat een baas, hè. Deze zijn echt cool, hoor. En weg zijn ze. Nou, Sonja gelooft natuurlijk weer helemaal niks van dat we Zacian en Zamazenta hebben gezien. Maar dat gaan we natuurlijk wel even bewijzen, jongens. Dat ze echt zijn in dit soort van Zelda-achtige bosje. Ja, ik vind het mooi gemaakt. En wij pakken het schildje op. En dan natuurlijk pak Hop het zwaardje. Ik wilde weglopen, maar eigenlijk moet ik gewoon even met Hop praten. Dan gaan we gelijk naar de goede plek toe. Hoppakee, daar zijn we. In Hammerlock. En Ryan is er ook bij. Want dit is natuurlijk zijn stad. Hop rent alweer vooruit en zegt, ik ga mijn broer helpen. Is goed, Hop, ik kom jou ook helpen. Ja, daar hebben we Oleana ook weer, jongens. Och, die loopt er weer zenuwachtig te zijn. Maar nu vraagt ze of ik haar wil helpen. Haar Pokémon zijn echt Dynamax, helemaal gek geworden. Ryan die heeft al geholpen, maar. Als er nog meer Pokémon gedynamax worden, ja, dan wordt het een groot probleem. Ik moet Mr. Rose stoppen. Ja, Oleana, ik doe het niet voor jou. Ik doe het voor de wereld. En ik vertrouw op de vrouw in mijn team. De enige vrouw in het team.
Dionne. Jij mag gewoon als allereerste tegen Mr. Rose. Maar jongens, dat gaan we doen in de volgende aflevering van deze Fire-type Only Challenge in Pokémon Sword. Ja, in dit geval Pokémon Shield. Ik zou zeggen, als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, doe dit snel. Volg me ook op twitch.tv/Rickachu als je mijn live wil zien gamen. En ja, dat is het wel zo'n beetje. Volg me op Twitter, Instagram, waar je ook wilt. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!